Het is 1967. Vorige eeuw, 1967. Ik ben 9 jaar. Er staat een mooie, blauwe, glimmende Ford Taunus Metallic voor de deur. Want we gaan op vakantie. Maar we gingen altijd op vakantie met een groene DKW. Zo een met een mooie achterkant. Eentje waarbij als je naar links ging zo'n flapje uitging met een lampje erin. Ja, die. Of rechts. En dan zaten we met z'n zessen achterin. 6 meiden in zo'n DKW. Vader, moeder voorin. En nog een hondje op onze voeten. We komen dan bij de Belgische grens met die DKW. En de hond is niet ingeënt. Om wat voor reden. Dus we hadden altijd koekjes en kluifjes bij ons en een kleedje. En die hond werd dan een beetje weggemoffeld. En zoet gehouden totdat we de grens gepasseerd waren. Maar goed, vandaag gaan we niet met de DKW. En we gaan ook niet met 6 meiden achterin, want de reis is veel verder. Verder dan België, waar we altijd naartoe gingen. Oké. Alle koffertjes achterin, de blauwe Taunus, Ford Taunus, leuke auto. 4 meiden achterin, 3 zussen, zonder hond, plankgas. Pa achter het stuur. Plankgas en ik zit al een beetje neurotisch achterin te kijken naar dat metertje. Want na 1000 kilometer, best wel een end, staat die meter bijna op nul. En ik ben altijd bang dat hij het niet haalt. Mijn vader was altijd de grenzen aan het opzoeken. Oké. Maar goed. Rijden door België, racen door Frankrijk, de mooie velden, zonnebloemen, lavendel. We zien allerlei kleuren voorbij schieten. Af en toe even een kleine plaspauze, eventjes wat drinken, wat eten. Tot het eind van de dag, we eindelijk mogen uitrusten in een hotelletje, nog steeds in Frankrijk. Volgende dag, we zijn dan vroeg uit de veren, want de spanning stijgt. We zijn bijna bij het land waar we naartoe wilden, Spanje. Maar om in Spanje te komen, moet je eerst door de Pyreneeën. Nou, Pyreneeën, praat me er niet over. Ik vlieg er liever overheen dan in de auto. Mijn vader die zat achter dat stuur, haarspeld bochtjes. Ik zit achterin, ik kijk links, rechts en ik doe mijn ogen maar dicht, want het is doodeng. Ik zie ravijnen, ik zie mooie vergezichten, maar ik zie meer ravijnen omdat ik bang ben. Ik vind het doodeng. Maar goed, op een gegeven moment zijn we de Pyreneeën door. We zijn op plek van bestemming, de Costa Brava. Zon, zee, plat vertier. Oké, na een week heeft iedereen dat wel gezien. We hebben lekker in het water gepoedeld, we hebben lekker gegeten. We hebben er wel weer genoeg van. En de ouders die vinden ook dat de kinderen wel een beetje cultuur kunnen gebruiken. Dus wat gaan we doen? We gaan op naar Barcelona. Oké, Barcelona. Auto geparkeerd. En waar gaan we naartoe? Naar een prachtige, indrukwekkende, grote Dagobert Duck fantasiekerk. Mijn vader had al iets verteld vooraf. Jongens, we gaan vandaag, meiden, we gaan vandaag iets heel bijzonders zien. Maar ik had geen idee wat. Hij had ook niet gezegd wat. Dus we komen daar aan en ik weet niet wat ik daar nou van moet denken. Allemaal hele mooie torenspitsen. Prachtig. Prachtig kerk. Mijn vader zegt ook, hij is nog niet af. En later kom ik daar nog wel terug. En dan zie ik inderdaad, elke keer wordt er wat meer bijgebouwd. En later mag ik daar ook in. Toen niet. Oké, we hebben het gezien. We gaan onze reis weer verder aan de avond. En we gaan eigenlijk weer op de terugreis richting, weer naar die verrotte Pyreneeën. We gaan over die Pyreneeën, we blijven in Frankrijk weer even onderweg slapen. En op de terugweg gaan we nog wat cultureels doen, namelijk Parijs. Ook niet verkeerd. Daar hebben we een heerlijk hotelletje.
op het Montmartre. Rue Lepic aan de achterkant. Heel fijn hotelletje. Daar zijn we heel blij mee. En we gaan s'avonds even kijken. De Sacré-Cœur, we kijken over de stad. Het is prachtig. Maar ondertussen hebben we ook wel een beetje honger. En ja, in Spanje konden we gewoon op ons appartementje zelf koken. Maar hier niet, dus we moeten uit eten. Of we moeten. Ja. Maar ja, met 4 dochters en 2 volwassenen, 6 mensen eten, dat is best wel een kostenpost. Dus wat doen we? We gaan naar een zelfservice, een zelfservice restaurant. Nou, niks mis mee. Was nog nooit geweest in mijn leven. Dus wij vol verwachting daar naar binnen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Heel vreemd. Een heel lang toonbank. Met allemaal gerechten, allemaal bakken met eten. En daarvoor een soort buizenstelsel. Ik dacht, nou, wat is hier allemaal de bedoeling van? Nou, zegt mijn vader, kom maar mee. Daar staat een hele berg dienblaadjes. Pak maar een dienblaadje. Zet daar een bord op met 3 vakjes. Je mag 3 dingen uitkiezen en basta. Dan loop je maar achter je zussen aan en bij de kassa reken ik alles af. Oké. Dienblad gepakt, bordje erop, bestekjes, servetje, glaasje, een beetje water erbij natuurlijk. En ik loop langs dat buffet. Nou ja, alles in het Frans natuurlijk, ik snap er geen bal van. En ik zie dingen, gerechten die ik ook nooit eerder gezien heb. Maar nou ja, ik heb al mijn zintuigen die ik kan gebruiken. Dus ik hang bijna met mijn neus boven alle gerechten. Ik denk, nou, dat is een soort, dat zal een kip zijn. Dus ik word van opgeschept. Een bruin spulletje. Rook een beetje naar wijn. Rook wel lekker, maar ik dacht, laat ik het maar overslaan. Nou, de patat frieten, die hoefde ik ook niet. Een soort gedraaide, lichtgele dingetjes. Ik dacht, nou, volgens mij zijn dat aardappeltjes, mooie gedraaide aardappeltjes. Laat ik daar maar eens wat van nemen. En toen kwamen er nog meer mooie bakken, maar dat waren allemaal salades. Met de gekste kleuren, sommige met bloemetjes er nog op. Boontjes, eieren, radijsjes, heel veel kleurig. Ik dacht, nou, daar schep ik ook wat van op. Ik dacht, nou ja, mijn bordje is vol. En aan het eind zag ik iets. Nou, mijn mond viel open van verbazing. Wat is dit? Ik zie hele grote bollen. Een beetje groenig, een beetje bruinig. Met allemaal schubbetjes. Ik dacht, wat doen die gekke dingen hier? Is dat eetbaar? Ja, het zal wel, want het ligt erbij. En ik weet ook, mijn vader heeft de gewoonte van probeer alles te eten, te proeven, te ontdekken in je leven en geef daarna je mening. Dus vieze schimmelkazen, die ik nu lekker vind, hebben we geprobeerd. We kregen wel eens slakken voorgeschoven. Wil je het slakkenhuisje? Prima, maar dan moet je wel het slakje eruit eten. Oké. Het slakje gegeten, slakkenhuisje gekregen, we hebben het geproefd. Niet mijn favoriete gerecht. Maar goed, dat in het achterhoofd dacht ik van, hé, ik denk, ik zie die gekke bollen. Laat ik die maar eens op mijn bordje scheppen. Niet wetend wat het is. Erbij gelegd. Nou, iedereen was klaar. Mijn vader had ook al eten op zijn dienblad. En we gaan naar de kassa, aan het eind van het buizenstelsel. Mijn vader rekent af, we gaan naar de tafel en we gaan eten. Nou ja, we gaan eten. Toen realiseer me van, hé, wat moet ik met die bol? Wat is het? Is het een plantje? Is het een bloemetje? Ik weet het niet. En mijn zussen kijken me aan, wat heb jij nou weer voor iets geks meegenomen? Dat is echt weer Gonnie op zijn best, die haalt altijd gekke dingen uit. Oké. Mijn vader, die weet het ook niet. Wat ga ik doen? Verzin een list. Ik neem dat bordje mee met die bol. Ik ga naar de cashier. Maar ja, volgende barrière. Ik spreek geen Frans. Dus ik kom daar aan. Zij zit met zo'n glimlach van oor tot oor. Zit me bijna een beetje uit te lachen. En ze weet wel wat ik bedoel. Wat mijn vraag is.
dus ik hoef eigenlijk helemaal niks te zeggen. Zij pakt die gekke bol met die schubbetjes, trekt er eentje af, stopt het uiteinde in de mond, hapt er een stukje af en legt het weer neer en doet dat ook met het volgende schubbetje. Nou, fantastisch. En ze geeft me een heel lekker schaaltje met een soort dipsausje. Ik dacht, nu wordt het interessant. Dus ik ga terug naar mijn plekje aan tafel. Iedereen is al lekker aan het bikken. En ik ga dat bolletje oppeuzelen. En ik krijg een soort smaaksensatie van iets nootachtigs. Het is zacht. Alleen dat uiteinde van het blaadje, de rest is hartstikke hard en taai. En ik pel dat bolletje af. Hartstikke leuk om te doen. Ik dacht, dit vind ik wel weer een hele nieuwe, leuke ontdekking. Het smaakt heel lekker. En het is eetbaar. Het is, dat zag ik later pas. Zo'n bol in allerlei verschijningen. Het heeft zelfs ook nog een hele mooie bloem op een gegeven moment. Maar dan kan je hem niet meer opeten. Maar je kan hem op allerlei manieren kan je hem opeten. Daar kwam ik later allemaal achter. En daarom ben ik mijn vader eeuwig dankbaar dat hij me dat advies gaf. Probeer alles wat je niet kent, tot op zekere hoogte. Probeer het gewoon en vorm dan je mening. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.